Ja Bas, we gaan het hebben over Bayern München, over de toekomst van Bayern München. Laatste nieuws is dat ze concrete interesse hebben in Sergio Dest van Ajax. Zou hij passen bij Bayern München? Ja, ik denk dat Dest, het komt een beetje uit de lucht vallen, de interesse. Afgelopen transferperiode is er al een bod geweest dat door Ajax is afgewezen. Toen was er weinig reuring over. Nu begint het te spelen. Dest heeft al op de tribune gezeten, ook bij die wedstrijd tegen Hoffenheim lekte uit. En, apart wel dat hij daar zat. Ja, je maakt het niet vaak mee dat spelers bij een waarschijnlijk toekomstige club al een kijkje gaan nemen. En ik denk, ja, als je langer over nadenkt, dat Dest ook wel past in de nieuwe weg die Bayern is ingeslagen. Kijk, Bayern heeft natuurlijk een ontzettend onrustige eerste seizoenshelft achter de rug. Met Kovac die natuurlijk gesneuveld is. Hans-Dieter Flick die het heeft overgenomen op interim basis, die het eigenlijk heel goed doet. Die Bayern weer naar de top van de Bundesliga heeft geleid. Want, het was ook in de Bundesliga een beetje in de eerste seizoen zelf van de chaos. Met Gladbach dat natuurlijk sterk begon. Leipzig dat zich echt de titelkandidaat toonde. Dortmund dat opkrabbelde na afgelopen zaterdag natuurlijk weer verloren bij Leverkusen. Het is nog een beetje wisselvallig daar. Maar in ieder geval een spannende titelstrijd. Alleen Bayern, ondanks alle onrust, staan ze toch gewoon weer bovenaan. En dat is eigenlijk wel knap. Zeker als je nadenkt dat ze stiekem best wel verjongd hebben. Laten we kijken naar het Bayern München van volgend seizoen alvast. Op dit moment Manuel Neuer, wereldkeeper, ja. Staat nog steeds onder de lat bij Bayern. Is dat volgend seizoen ook nog steeds zo? Ja, het wordt ontzettend interessant, want Neuer voelt de druk al een beetje aankomen. Hè. Ze hebben Nübel vastgelegd, topkeeper van Schalke, of topkeeper van de toekomst, beter gezegd. Ja, het is al bekend dat hij in de zomer de overstap maakt naar Bayern. En ja, hij was gewoon basiskeeper bij Schalke, was daar een dragende kracht. Het lijkt mij heel onwaarschijnlijk dat hij een jaar lang volledig op de bank gaat zitten. Maar anderzijds heeft Neuer al gezegd van ik ga geen speeltijd afstaan en ik ben nog zeker niet van plan een stap opzij te doen. Hij is 33, hij wil nog een paar seizoenen door. Dus ja, ik ben benieuwd. Wie durft de machtige Neuer te onttronen daar? Hè? Als trainer moet je wel lef hebben, zeker als er een nieuwe trainer aangesteld wordt. Je neemt wel direct ontzettend veel risico als je aan de stoelpoten van Neuer gaat zagen. Dus ja, ik verwacht eerlijk gezegd dat Neuer nog een jaar blijft staan, zeker. Dat Nübel verhuurd gaat worden. Kijk, voor zijn ontwikkeling is het eigenlijk ook niet goed hè, om 80% van de tijd op de bank te gaan zitten bij Bayern. Dus ik denk eigenlijk dat ze het zo gaan oplossen daar. Is Neuer kwalitatief nog goed genoeg voor Bayern? Ja, goed genoeg denk ik zeker. Alleen we moeten wel zo eerlijk zijn dat hij wel een paar stapjes omlaag heeft gedaan, ook qua status. Hè. Ik denk als je 5 jaar geleden aan een team van onze kijkers had gevraagd wie is de beste keeper ter wereld. Dat 6-7 zonder twijfel Neuer hadden genoemd. Nou, inmiddels is dat toch anders hè, met Alisson bijvoorbeeld. Het heeft deels ook te maken met de opkomst van andere keepers, maar deels denk ik ook wel te maken met het niveau van Neuer. En de laatste seizoenen te maken had met veel blessureleed, ook een paar foutjes. Zijn speelstijl, het agressief uit het doel keepen, het ver durven uitkomen, meevoetballen, was eigenlijk revolutionair. Inmiddels wordt dat vaker van keepers verwacht. Zijn er ook meer keepers die daar, zich daar goed bij voelen. Dus ja, ik denk dat Neuer aan status wel heeft ingeleverd. Gaan we door naar de verdediging, de achterhoede. Laten we beginnen op de rechtsbackpositie. Ja, kijk, als je naar de rechtsbackpositie gaat kijken, is denk ik de interesse in Dest heel logisch. Ze hebben nu voor een korte termijn oplossing gekozen door Odriozola te huren van Real Madrid. Keert in de zomer terug. En dan heeft Bayern eigenlijk weer hetzelfde probleem als wat ze afgelopen winter hadden. Ze hebben wel opties voor die posities. Met Kimmich die er natuurlijk kan spelen. Alleen Kimmich is eigenlijk te belangrijk voor de Bayern om hem op de rechtsbackpositie te parkeren. Plus hij heeft niet echt die natuurlijke versnelling die je vaak bij de moderne back wel ziet. Hè. Dus hij komt denk ik beter tot zijn recht op het middenveld. En Pavard is een beetje een conservatieve back. Heeft natuurlijk het WK gewonnen met Frankrijk, hè, ook op die positie. En Pavard was toen bij zijn club Stuttgart al een centrumverdediger. En ik denk eerlijk gezegd dat met het oog op de toekomst, hij is 23, dat hij ook wel beter tot zijn recht komt in het centrum. Dus ja, dan is het logisch om Dest te halen. Velen zullen het misschien vroeg vinden. Hij heeft 27 wedstrijden in Ajax 1 achter de rug. Hè. Dit is nog maar het jaar van zijn doorbraak. Alleen als je ziet hoe snel hij zich ontwikkelt, zowel aanvallend als defensief. Hè. Hij is echt een complete rechtsback. Nog jong, 19 jaar oud. De stappen die hij nu al zet, nou, dan ziet Bayern daar natuurlijk ook nog groeipotentie in. Als International van Amerika. Precies, speelt misschien ook wel mee. Hè. Dan hebben ze op linksback
een Canadese international lopen op rechtsback en Amerikaans. Nou, dat is natuurlijk commercieel ook interessant. En ja, Dest, de potentie die zij in hem zien, als hij die waarmaakt, dan is het rechtsbackprobleem in principe natuurlijk wel voor een jaar of 10 opgelost. Gaan we door naar het centrum van Bayern. We hebben het al een beetje over gehad. Pavard gaat daar waarschijnlijk volgens jou spelen. Logisch dan dat Boateng eruit... Ja, ik denk dat daar drie spelers om twee posities moeten gaan strijden. Met Pavard als een van de kandidaten. Nou, Niklas Süle, 24 ook nog maar. Bewees zich wel echt totdat hij zwaar geblesseerd raakte. Moet nog wel een beetje werken aan zijn mobiliteit, vind ik. Heeft wel moeite als hij met veel ruimte in de rug moet verdedigen. Maar goed, al Duitse international, nog jong... Speler met wie Bayern de toekomst in kan. Hij zal denk ik voor de positie rechtscentraal moeten gaan concurreren met Pavard. En linkscentraal lijkt Lucas Hernandez me een zekerheidje. Hij heeft in zijn eerste half jaar bij Bayern te maken gehad met blessures. Daardoor is Alaba eigenlijk als noodoplossing naar het centrum verhuisd, links achterin. Alleen ja, Lucas Hernandez heeft nu zijn rentree gemaakt. Is 23 jaar oud, voetballend uitstekend. Hard in het verdedigen, hard maar fair, snel, ja, positioneel sterk. Hè? Hij heeft natuurlijk heel veel jaar gewerkt met Simeone. Nou, Simeone vertrouwt niet snel jonge spelers. Die moeten altijd een paar jaar rijpen hè, voordat Simeone ze echt de kans geeft in topwedstrijden. Nou, Lucas Hernandez was een van de uitzonderingen. Dat zegt denk ik ook veel over zijn intelligentie. Dus nee, ik denk dat Bayern zich over het hart van de verdediging absoluut geen zorgen maakt. Linksbackpositie wordt tegenwoordig ingevuld door Alphonso Davies, jonge Canadees. Ja. Zie jij hem daar blijven staan komend seizoen? Nou, ik denk niet dat hij vaste basiskracht wordt. Omdat zijn basisplaats nu links achterin heeft ook te maken met de ontwikkelingen in de rest van het elftal. Nou, Alaba is naar het hart van de verdediging verhuisd. Speelt als linker centrale verdediger. Ik denk dat als Lucas Hernandez eigenlijk het ritme weer te pakken heeft, dat Alaba gewoon weer de linksback wordt. De transformatie van Davies heeft ook een beetje te maken met de bezetting voorin. Davies is eigenlijk een buitenspeler, is nog jong. Kwam eigenlijk nog tekort om aanvallend daar echt van grote waarde te zijn. Hè. Als back is het toch makkelijker, dan storm je de ruimte in, lig je eigenlijk al op snelheid. Hoef je niet vanuit stilstand de 1 tegen 1 actie aan te gaan. Dus ja, ik denk dat hij zich uiteindelijk toch weer gaat richten op de posities voorin. Dat hij het anders als linksback met de rol als reserve moet gaan doen. Gaan we door naar het middenveld. Zie je daar grote veranderingen plaatsvinden komend seizoen? Nee, het geraamte staat er eigenlijk al. Ze spelen nu 4-2-3-1. Met Kimmich en Thiago als duo. Nou ja, dan heb je denk ik van alles wat. Een balveroveraar met Kimmich. Hè, die natuurlijk verdedigend ook sterk is. Die goed oog heeft voor wanneer hij kan ingrijpen. Verstandig ook met het kopje erbij speelt. Weinig onnodige kaarten. Haalt vaak op het goede moment counters eruit met kleine overtredingen. Is ook voetballend sterk. En met Thiago heb je natuurlijk een creatief brein. Hè? Iemand die met passes echt plotseling het spel kan versnellen. Dus ja, je hebt denk ik een goed duo dat elkaar aanvult. Nog jong is. Thiago is 28, kan ook nog wel een paar jaar mee. Kimmich is 25. Heb je Tolisso nog als optie. Ook 25. Cuisance, gehaald van Gladbach. Frans talent, spelmaker. 20 jaar nog maar. Die gaat er ook langzaam maar zeker aankomen. Die wordt klaargestoomd, denk ik, voor de rol van Thiago. Ik denk dat ze daar weinig zorgen zijn. Gaan we naar de drie spelers die voor hun staan? Zie je daar? Ja, daar is de laatste maanden wel iets gebeurd. Coutinho begon natuurlijk ontzettend sterk, hè, gehuurd van Barcelona. Er was heel veel snelheid op de flanken. Coutinho op 10, die dan Lewandowski kon bedienen. Hè, of juist een van de buitenspelers kon lanceren. Nou, inmiddels heeft Flick daarvoor Goretzka gekozen. Goretzka is een heel ander type, eigenlijk meer een type Müller, wel iets technischer. Wordt vaak vergeleken met Ballack ook. Het heeft eigenlijk te maken met dat hij diepgang en fysieke kracht combineert met ja, toch wel technisch vermogen. Maar daarmee heeft Bayern wel gekozen voor meer longen, meer longinhoud, meer loopvermogen, meer diepgang tot in het 16 meter gebied. En ik denk dat dat ook wel past in het Duitse voetbal.
in de La Liga zou daar minder snel voor gekozen worden. Nou, Bayern wil graag veel mensen in het 16 meter gebied hebben. Goretzka is daar met zijn loopvermogen heel belangrijk. Daar in die posities, die drie posities achter de spits, daar gaat komende zomer nog wel wat gebeuren. Want het is nu wel een beetje dun. Ze hebben Perisic gehuurd. Ja, het was natuurlijk een noodoplossing, zoals met Odriozola ook een korte termijn oplossing is gevonden. Coutinho geldt hetzelfde voor, ook gehuurd. De kans is klein dat Bayern gebruik gaat maken van de koopoptie. Volgens mij gaat het ook om een bedrag van 120 miljoen euro. Dus ja, dat is ook wel erg veel geld. En ik denk dat Bayern wel kijkt naar andere opties daar. Met Coman en Gnabry hebben ze natuurlijk al twee jonge buitenspelers die die posities op de flanken prima kunnen invullen. Maar er is een droomkandidaat en die loopt rond bij Manchester City. Die is nog geblesseerd, maar die komt er wel weer aan. Sané. En ja, de geluiden bij Manchester City zijn dat Sané de komende zomer echt de overstap gaat maken. Al lang natuurlijk, hè? Ja, inderdaad. Met Guardiola, die klik is niet optimaal, hè? Het was veelzeggend, denk ik, dat in die cruciale Champions League wedstrijden tegen Tottenham Hotspur, toen het echt moest gebeuren, toen City aanvallend het verschil moest maken, zat Sané op de bank. Terwijl Sané, als Sané invalt, dan zorgt hij wel, er gebeurt wat, hè? Hij brengt de defensie van de tegenstander brengt hij echt uit balans. Hij kan vanuit stilstand kan hij iets creëren met zijn versnellingen, met zijn creativiteit, goede voorzet. Vrij trap. Precies. Een jongen met uitstraling ook. Hè? Ook een Duitser speelt ook mee natuurlijk voor Bayern om het Duitse imago te behouden. Dus ja, dat is de droomkandidaat, ongetwijfeld. En als hij daar in het tweede seizoenshelft in de eindfase van de Champions League, is hij waarschijnlijk weer fit. Ja, dat hij dan aan zijn vorm gaat werken richting het EK en dat Bayern na het EK gaat toeslaan. Wat moet die kosten? Lijkt mij niet onlogisch als City 120, 130 miljoen vraagt. Gaan we naar de spitspositie, Robert Lewandowski. Ja. Hoe lang kan hij nog mee? Want dit seizoen lijkt hij wel een van zijn betere jaren mee te maken. Ja, denk jij dat het bijna klaar is met Lewandowski? Nou, ik denk het niet als ik hem zo zie. Nee, precies. Kijk, hij is nog 31. Super fit. Nooit geblesseerd. Beleefd dit seizoen echt een topjaren. Ja, het is nog lang niet klaar met hem. Zeker als je ook kijkt hoe bewegelijk hij nog is. Hè. Er zit absoluut geen sleet op. Bij sommige spitsen, ja, dat zie je het een beetje aan het lichaam. Kijk, Suarez bijvoorbeeld. Voor hem beginnen de jaren nu wel een beetje te tellen. Hè. Krijgt meer knieproblemen. Ook wat minder fit. Bij Lewandowski is wat dat betreft, ja, denk ik, een echte voorbeeldprof. Ook qua lichaamsbouw. Hè. Je kunt daar niet altijd iets aan doen, maar ja, hij zit wel echt goed in elkaar wat dat betreft. Dus ja, die kan sowieso denk ik nog 2-3 jaar mee op topniveau. En daarachter heeft Bayern eigenlijk ook alweer voorgesorteerd. Ze hebben de opvolgers al klaarstaan. Twee eigenlijk. Waarbij het dan een beetje de vraag is wie de stap richting het niveau Lewandowski echt kan gaan zetten. Seriksee is daar één van, 18 jaar nog maar. Nou, de eerste seizoen zelf eigenlijk mogen ruiken aan zijn doorbraken. Al speeltijd gehad, een paar keer een hoofdrol gehad. Daar verwachten ze natuurlijk veel van. Alleen ja, het is lastig in te schatten. Kijk, invallen in de slotfase, opportunistisch spel. De bal wordt in de 16 gepompt. Hoe knap het ook is, is dat voor een spits ook wel een prettige situatie om in te vallen. Hè. Je hebt natuurlijk te maken met vermoeide verdedigers. Het is heel anders als je daar in een reeks van 8 wedstrijden basisspeler bent. Dan moet je het echt laten zien. Maar die gaat hij niet krijgen als Lewandowski er nog is. Nee, precies. Maar hij zal wel langzaam naar dat niveau toe moeten groeien. Hij gaat die kans krijgen. En ik denk dat het afhangt van zijn ontwikkeling en die van Jan Vieten Arp. Het andere jonge talent dat ze klaar hebben staan. Wat ze gaan doen de komende jaren. Timo Werner wordt vaak genoemd. Een vertrek bij Leipzig komt denk ik ook steeds dichterbij voor hem. Hij heeft een ontsnappingsclausule. Alleen voor Bayern is dit eigenlijk niet het moment om hem te gaan halen. Hè? Want Werner komt het beste tot zijn recht in de spitspositie. Ja, daar hebben ze Lewandowski staan. Lewandowski is nog lang niet klaar. Dus voor Werner is dit ook niet het ideale moment om de overstap naar Bayern te maken. Ik denk dat hij pas komt als Lewandowski echt klaar is. Dus er zal nog een tussenstap volgen, misschien naar de Premier League. En tot die tijd krijgen twee jongelingen de kans om zich te laten zien. Seriksee is daar één van, Vieten Arp is de ander. Gehaald van de HSV, nog maar 20 jaar. Zij hebben eigenlijk de tijd om rustig aan te groeien, te wennen aan het topniveau, mee te trainen. Op hoog niveau stappen te zetten, te leren van meester Lewandowski. Ja, Lewandowski regelt het tot die tijd wel in zijn eentje. Hè? Super fit, hoeft niet gespaard te worden, blijft scoren, compleet. Ja, droomspits.
Staat er bij Bayern wel een geraamte waarmee ze de Europese top kunnen bestormen en dus mee kunnen doen om Champions League finales? Ja, absoluut. Ik denk het wel. Alleen is het wel de vraag, gaan ze welke echte topspelers gaan ze halen? Ze hebben heel veel spelers daar in de categorie tussen de 20 en 25 jaar. Gaat Bayern nog één of twee toppers halen die die generatie echt op sleeptouw kan nemen? Als jij nog één speler zou kunnen halen, en dan niet Leroy Sané, maar voor Bayern München, wie zou je dan halen? Kai Havertz. Voor de teampositie, ja. De toekomst van Duitsland. Nou, we hadden het net over dat Goretzka de nieuwe Ballack wordt genoemd. Dit is nog veel meer de nieuwe Ballack. Een beetje kruising tussen Ballack en Özil. Havertz wordt echt absoluut top. Was vorig seizoen al erg sterk in die tweede seizoen zelf bij Bayer Leverkusen onder Peter Bos. Dit seizoen bleef hij een beetje een moeizaam jaar. Heeft ook te maken denk ik met de bezetting om hem heen. Bij Leverkusen is het in het eerste seizoen zelf toch een beetje zoeken geweest naar rendement voorin. Havertz moet dan spelers als Alario voeden. Ja, Alario is geen topniveau. Nou, ik denk dat Havertz ook echt goed in de Bayern zou passen. Hij kan op meerdere posities uit de voeten. Is sterk, technisch, heeft veel loopvermogen. Kan als hangende rechtsbuiten spelen. Kan ook op de teampositie uit de voeten. Zou nog omgeturnd kunnen worden voor een van de twee posities daarachter. Om meer het spel vorm te geven. Ik denk dat Havertz een heel logische kandidaat voor Bayern is. Je hebt Kai Havertz genoemd. Ja, vraag het maar eens even aan onze kijkers wie Bayern moet halen. Ja, ik ben wel benieuwd. Hè? Havertz en Sané worden natuurlijk vaak genoemd. Zijn denk ik ook logische kandidaten. Maar stel jij bent technisch directeur van Bayern. Je hebt komende zomer 200 tot 250 miljoen te besteden. Je moet de nieuwe sterren voor de toekomst gaan kopen. Wie ga je halen? Laat het even weten in de comments.